Een uurtje, drie kwartier. En daarna moet ik naar werk. Dus welkom bij de luister. Sorry? Wie gaat daar nou weer werken? Een comment. Wat is de comment? Wie is Theo Hiddema? Jezus, Stan, je kent Theo Hiddema toch wel? Ja, hij, Stan, die kent Theo Hiddema niet. Ik ook niet. Jezus, Theo Hiddema. Ja? Je kent Theo Hiddema toch wel? Nee. Ik weet wel carnaval. Nee, is godsamme. Dat is een poop, of hoe noem je dat, een politieke gast. Dat is bijna dat je Pokémon zou zeggen. Je was vroeger van de Forum. En dat is die oude man, oh, met dat brilletje. Oh, ja. Dat is die oude. Juist. Die brandbeer. Ja, ja. Ja, als je dat gelijk had gezegd. Ja, de brombeer. Oh god, hey Twan. Hey Twan. Welkom bij de... Oké, gezellig dat jij ook weer veel spraakzaam bent vandaag. Ja, Theo Hiddema. Speel je mee Twan, of niet? Ik ga daar een paar gaan doen. Dat denk ik ook. Zullen wij er maar als een potje zetten, AHVDV? Ben je tegen mij? Ja, jij bent de AHVDV toch? GVV, Fnatics, Blue Follow. We moeten even, hoe heet het? Ik moet helemaal niks. Hoes? Hoes? Hoes even. Theo Hiddema. Theo Hiddema. Theo Hiddema. Hé? Had je... stond je Instagram erbij dan zo? Hoe vaak vinden ze je dan? Meisjes of jongens? Zo! Ja, ik ga ook eens een documentaire meedoen. Ik heb er mee gedaan aan het programma hè, van de domino-stenen. 2 seconden. Nou, ik heb wel heel veel volgverzoeken geregeld in hoor. Ja. Anton. Zo. Chickie, of niet? Ziet ze er goed uit, of niet? Niet? Dan kunnen we toch wel even op pad gaan. We hebben weer een feestje. Jempel. Klinkt als een pittig meentje. Oh, nou. Wat?
Oh. Ah joh, wij spelen ook alsof we een jaar niet hebben gespeeld. Ja, Anton wel. Ik ben er niet voor. Documentaire? Ja, mijn moeder had het ook gezien, die vond het heel leuk. Maar ik vond hem niet heel interessant ofzo, ik keek echt wel voor jou. En Muller was het natuurlijk ook. Ja, hoe kut van. Maar ik heb ook alleen tot reclame gekeken hoor, de eerste. Want heeft Sepp van den Berg, heeft hij ook bij Zwolle gezeten? Nee, ze deden hem er gewoon in voor de grap. Okay. Ze dachten gewoon een talent in Nederland kiezen en dan veel betalen. Oké. Okay. Ja, vind ik gewoon een domme vraag, Anton. Ja, ga lekker appelvink 9 bij zijn appelvink 9. Bommelding hier zo. Oh ja, gelijk een comment. Nu is de hele straat vol. Allemaal granaten. De koffers, weet je wel, de achtergelaten koffers. Ja! XD Gamer, noob, Ewa. Yo, XD Gamer. Geen idee wie je bent. Ah, jawel joh. Dat is de ene van, hoe heet het? Ah, jawel joh. Is dat Bilal ofzo? Misschien is het Bilal. Ja, al, ik heb Bilal laatst gezegd dat hij moest kijken. Loop, mag ik meedoen? XT Gamer wil meedoen. Ja hoor, je mag best meedoen. Dan moet je even aan AAV de Vendel, moet je even een invite vragen. Als het maar geen buitenlander is, dan heb je geen zin. Oh, nou joh. Dat... Maar mag Twan wel meedoen dan? Oh ja, kik hè. Hij zegt oké. Okay. Nou, je ziet hem staan, stuur hem een berichtje op PlayStation zitten. Als aanvaller 101 online komt, dan ga ik gelijk weg. Doei, oké. Okay. Oh, ben je wel buitenlander? Oh ja, sorry. Nou, Anton wilde niet. Ja, Theo helemaal, hè. We zijn wel strijk rechts natuurlijk. Moment. Ik snap sowieso niet dat hij hier één keer... Hoofdmenu! Nee, Chris. Hoofdmenu? Godverdomme. Ja? Aan. Wedstrijd verlaat, of niet? Heb je nog een stukje olie? Oh, lekker hè. Lekker stukje. Wat een lekkere banana. Moet je morgen aan de werk, hè? Oh, Artie Gamer is ook een YouTuber, jongens. Hij heeft ook YouTube-video's met een webcam. Kunnen collab doen. Hij speelt Fall Guys met vriend. Fall Guys met vriend. Is hij homo? Oh, flikker maar op dan. Nog een keer, ik heb een 6 gestuurd of zo. En zo'n knol wordt boos en zo'n knol doet raar. Mag ik hem kopen? Hij is ook een beetje van de clickbait dus. Jazeker. 8 abonnees. Ja, dat is te laag voor mij. Ik heb er ondertussen al 27, hè? Hallo. Het loopt als een rolletje. Fortnite Lama. Waarom hoor ik mezelf? Zit wel naar je stream weer te kijken, zeker? Nee. Anton, man.
Applaus. 125 accounts bereikt in de afgelopen 30 dagen. Popiopi, hoor. Ja, jongen, dat is gewoon 20% van de volgers. Hoe kan jij dat zien, joh? Heb jij zo'n... Ik heb een paar aanvraag voor jou, maar ja, jij pakt er weg. Hoe heet zo'n account er hier? Ben jij bekend? Ja, dat. Wat? Oh nee, die kennen ik niet. Erdogan? Waarom hoor ik mezelf? Anton? Zit er iemand een YouTube video te kijken, of niet? Oh. Twan zit gamechat. Oh. Oh. Ga je het gamechat dan? Wacht, ik doe even mute uit. Oh ja, shit. Yo. Ons rocket voetballen. Hoppa. Timon en Thijs. Voor de YouTube. En wanneer ga jij dat? Ah, nee. Oh, vakje. Oké, we gaan heen. Ik leg die bal zo weer klaar, dan doe je dit. Suck. Op, nee, opletten. Ah. Oh nou. Mijn god, Anton. Oh. Rijd er zo overheen. Wat? Rijd. Oh! Klip even, hé hey boys, klip yo, even. Yo, klippen maar. Oh mijn god. Wat een goal. Wat een goal was. Zo. Wat doet deze? Wat jongens. Doet deze? Natuurlijk niet. Ik laat het verzoeken. Oh, even wachten. Wat zij ze al aan het doen, ja. Stacks. Ja. P.O. Lekker, Twanus. Huh? Hoe? Ja, dat doet hij dus altijd, hè? Elke bal die ook maar in de buurt is geraakt, ja. Dan raak je hem op belangrijke momenten gewoon niet aan. Oh. Hij raakt hem aan, wow. Anton, stop nou eens met die boost, joh. Hè? Oh, nog een command. Wie is er nou dan? Nou, ik kan het niet zien. Ik reageer zo, jongens. Oh, heb je hem al gevonden? Ja, oké. Okay. Goed, goed. Hè? Nee. Ach, man. Oh, het is weer XD Gamer. Hij vraagt of hij mee mag doen, jongens. XD Gamer, flikker gewoon op zoek eigenlijk.
Hij zegt alsjeblieft, mag ik please meedoen? Ja, eerst abonneren, dan mag je meedoen. Ja, ja, en ja, super sub, hè? Ik wil wel geld verdienen. Ja, ik Oh, ja. Ja, maar hij vraagt het zo lief, joh. Hij zegt, oh, hier, nog een command. Oké, zegt hij. Hallo. Je moet even in je Insta-bio zeggen dat je Cosmo Gate bent. Want dan hoor je bij de kijkers. Die heet ook allemaal Cosmo Gate'tjes. Dan weet je dat alvast. Oh, man, ik niet. Roo. Oh ja, joh. Oh! Nee, Chris, doe het. Nee, ik kan niet bij, joh. Ja, hallo. Ja. Oei, oei. Oei, mijn hoofd. Oei. Oei, Oei. Zo. Leon, heb je er zin in? Och, Chris. wat een wanvertoning. ik dacht, Leon die gaat er lekker zelf voor geven. Hier, mooi voorzet, hoor. Super paas. Jongen. Verspeerlijk, nee. Wat voor rank ben je? Ik ben Platinum 4, jongen. Sorry? Hebben al je collega's de bal gezien hier morgen? Nee. Ga vanuit. En dan spelen we met 1 of 2 man. Nog een keer. Oh, doe die goed. Hebben? Moeten we winnen? Moeten we winnen? Nou, schiet hem maar even in de hand. Goed. Ik kan mij niet onder controle. Nou, moet je even jezelf vol tegen de tafel aan drukken. En dan krijg je eerst een ander compleet. Dan moet je het nog een keer doen, dan krijg je een ander nummer. Hilversum 3 bestond nog niet. Je moet gewoon blijven bedenken hoe het liedje eindigt. En dan uiteindelijk gaat hij uit je hoofd. Ja, dat is kut, ja. Je hebt een uitnodiging, Anton, voor mij. Ja, hij moet optieten. Ik heb geen uitnodiging, hoor. Welk liedje heb je in je hoofd, hè? Hij heeft geen uitnodigingen. Heb ik een uitnodiging? Een Doffo? Ja, dat is een Doffo. De Gucci Doffo. Hoe? Hilversum 3 bestond nog niet. Nou ja, Hilversum. Oh. Hm? Waar was je dan? Kun je? Oh ja, Eric Clap. Oh.
Forever, forever. Forever. Nee, dat is wat anders. Oh ja, het kan nog wel dat Henriette wel. Yes. Ja. Overtreding schijnt. Bij een penalty. Chris, wat doe je? Niks. Wat doe je nou? Kan je niet kijken? Okay. Ik sta aan het piepen. Oh, wat piep het wel? Ik wil niet uitlopen. Ah, nee. Ja, sorry. Oh, 12-0, ik stond er zo goed voor. Oh, ik sta er een beetje goed voor. Tikkie tegen. Lekker, Twan. Oh, wat diep, joh. Oh, ik denk. Hoi. Hoi. Ja. Ja? Druk zetten, Chris. Ja, dat kwam mijn moeder over. En ik dacht, oh, dat maakt het wel. Maar als iemand niet weet, dat was net een ander. Oh. Ja? Hoppa, lekker bal. Oh ja. Ja, de slaapkamer. Heel zo'n brie in de zand. Nog niet. Bij de goal stealen. Nou, vinden mij sowieso leuk. Ik ga vanavond weer scoren, denk ik. Je zit hier met man. Waar dan? Bij de bowling werkt een meisje die wel die vroeg toevallig eergisteren of ik haar zou zoenen. Toen zei ik, nou ja, dat is een verrassing. Ja. Dat denk je wel niet. Nee, ik zei. Ik weet eigenlijk niet meer wat ik zei. Maar ik zei geen ja, ik zei ook geen nee. Man van God. Wat denk je zelf? Hier, go! Denk nou zelf eens na, man. Nou, denk je, als je het allemaal hoort. Oh, zo. Anton! Anton! Hoi, ik ben nieuw. KS 45.
XTGamer, je moet even aan de AFN nog vragen of je mee wilt doen. Oh, ja, kruis. Ik heb weer een nieuwe vriend, jongens. We hebben een nieuwe Cosmic Age. Niet echt nieuw. Ik ben al 2 jaar geabonneerd. Zo, de tyrus. Is dat Cap? Twan zegt dat het Cap is. Stuur bewijs. Ben je alleen dat jij nog niet eens Fortnite-video's, man? Oh, bij Twan. 2 jaar geleden zijn nog niet eens Fortnite-video's, man. 3 jaar geleden heeft hij Fortnite-video's gemaakt. Dat zou op zich wel kunnen. Hij kan misschien wel gelijk hebben. Ja. Maar welkom bij de stream. Doel. Nee, is geen kap. Met een K. Nee, oké. Okay. Ik geloof je. Ja, als je dat zo speelt, dan ben je wel echt een... Een echte complicatie. Ja, hij zegt... Oh, ja, hij zegt nee, is geen cap. Hij moet het in het Engels zeggen. No is geen cap, jongen. No cap. No is cap. Geen cap. No is geen cap. Dat is Engels, jongens. Oh, maar. Wat? Nee, gezellig dat je er bent, KS. Geniet ervan, van mijn stem. En daar heb je die kutstem van Anton natuurlijk. Twan is er ook bij. Dus ja. Succes ermee, weet je. Waarschijnlijk ben je weer over 5 minuten weg. XT Gamer echt. Maar, XT Gamer echt. Goeie. Wat zeg je? Oh, dat die XT Gamer van jou dus echt niet meer. XT Games? XT? Ja, die wil XT. Nog steeds meedoen. Maar jij accepteert zijn invitejes niet. Ik heb 0 invites van niemand. Wel, op Epic Games heb ik vernomen. Ja, Kees moet zijn bek houden. Kees? Heet hij Kees? Weet ik veel. Jij zegt Kees. Nee, dat is KS, maar XT Gaming heb ik het over. Oké. Okay. Weet ik Kees, niet. Kees, zijn jouw vrienden, hoezo moeten ze mij inviten? Wil jij de partyleader ben? Oeh, ah, echt een goeie. Oeh, Anthony. Ik ga wel. Keer! Wat? Oh, doe het dan. Oeh, oh, dat is. Nee, ja. Hey, hoppa. Wat een draai uit. Ja, prima. Net toch weer, hè? Ja, de blauwe. Ja, dat kan ik wel, ja. Ah! Oh! Hey. Wereldverzorging. Yes! Anton! Hij laat het door open! Hij boost naar de wat ga jij hier dan? Wat ga jij? Wat doe jij? Jij hebt gewoon boost, hè? Ja! Jij dan? Ik heb niks! Ik heb helemaal niks! Nee, inderdaad, hè? Nee, inderdaad! Dat jij het afpakt, ja. Eikel. Eikel. Trut. Hier, goal. Hoppa. Chris, appel vind ik 9. Chris van de Pijl, appel vind ik 9. Van Nijmegen. Wie is dat? Toepas, ik wil oh. Wat gebeurt er nou, jongens? Oh, ik zit in de chat. Hij doet een dab. Ja, dat is te letten. Jongens, ja, bestond nog niet. Ja, jongens, KS, XT, ik weet niet of jullie er nog zijn. Nee, moet Twan zijn chickie krijgen of moet hij denken van, fuck dat. Is ze knap eigenlijk, hoe ziet ze eruit? Wel, gewoon doen. Wat is daar nou mis mee, man? Wat ben jij ook weer? Oh ja, 18. Ja, nee, dat kan niet.
Hij is pluspunt, zeg maar. Ja! Ja! Hallo! Doet wat. Ik zou het gewoon... geef het de kans, Frans. Geef het de kans. Ja, maar zij is nu ook slecht hoor. Deze niet verdiend. Deze telt niet. Ja, ja. Ja, gewoon nog twee punten. Wat een wereldgoal. Ja, die heeft Chris alleen aangezet omdat ik zei dat het kutnummer was, hè. Ja, dus die aangezet ben je stinkavond. Die heeft eerst aangezet. Anton. Honderdduizend. Wat? Dit zijn nog keep of? Ja, ik lag. Ik ging de andere kant op rekenen. Ah ja, Appel ging 9. Algetone bootje internet fixen. Oké. Okay. Wacht, dat ga je het vertellen. Nou. Oh, ik deel het weer, joh. Ik sta 4-0 in de rust. Komt de trainer naar je toe, wat is er aan de hand, man? Oh, ja, ik loop een beetje achter, jongens. Oh. Interview met ESPN na de wedstrijd. Ja, Twan, wat vind je van deze performance? Ja, van deze performance. Oh, ja. Ja, ik lagde. Ja, je kent het wel. Ja, de bal is rond, hè. Ga ik ook goed doen, hoor. Morgen ga ik expres een fout maken, zodat ik dat ga zeggen. Ja, met een hupje bij Jasper. Jasper een keer de hoek in. Hoezo? Ja, maar je ziet er ook uit als een homo als je mist. En als je spullen moet opruimen. Je moet gewoon vol erin rossen, niet kijken. Jongen, ik zeg koekjes, jongen, ik zie het even iemand mijn scherm afvliegen. Nou, hup, Chris, doe jij ook eens even wat. Alsjeblieft, Anton. Je hebt al 2 eigen goals gescoord. 2? Nee! Niemand is allemaal wel. Leuk. Jezus, wat ben jij dan, Anton? Ik sta bovenaan, hè, voor mijn 463 punten. Ja, maar ik ben ook lelijk. Dat is echt niet niks, man. Jezus. Oh, God. Oh, ik ben helemaal kwijt, jongens. Oh, oh damn. Oh. Komt-ie. Omdat je aan het typen was. Nee. Oh. Hey. Oh, ijskoud. Oh. Gaan we dit belonen met een doelpunt? Jazeker. Ik wil de hele lobby uit. Ik ben beter dan een hele lobby bij elkaar. Chris. Volgens mij. 12. Wij hebben samen 20 keer zoveel punten als jij. Oh.
Oké. Oké, maar... Alsof er een uitleg voor is. Kut wel, hè. Ik ben gewoon een fake. Oh, het is anders weggegaan, ja. Wie wou je noemen? XT Gamer. Jongen, optaffen. Ja, ik weet niet of XT Gamer er nog is. Weet je verstandig of niet? Stuur me een feitje, ja. Hij heeft mij niks gestuurd! Hoe kan dat nou? Hij zit gewoon op te fokken. Ik heb ook geen invitejes. Ja. Nou, hup, ander ding. Misschien wil KS meedoen. Ik weet niet of KS nog mee is. Zeker, wat is er? Aina, wie is dit? Wie is dat? Twee keer op je! Oh, omdat je met controller... Je bent nu met toetsenbord en controller aan het spelen. Ja, ik zie nog steeds drie mannen. Ja, maar jij bent ook... Ja, ik zie nu vier. Wat mag ik dat uitleggen? Yo. Yo. Nu moet het eigenlijk zo wel gaan, over 5 minuutjes. Nou, nog even deze dan. We hebben weer berichtjes. Dat zou waarschijnlijk dan zijn. Sensational goal. Oh, XT Gamer. Nee, je hebt me niks gestuurd, maat. Zie je dat? XT Gamer, je bent tante lelijk. Je moet Vendel even iets sturen. Even hallo of zo. Hallo? Kijk maar, ja, ik heb net gekeken, maatje. Hey, Thanos. Ik zal niet hoe jij met deze auto hebt. Nou, zegt hij. Ja, hij moet nou echt zijn beide handen bek houden, want hij heeft niks gevoerd. Ja, ik vind het ook heel vervelend voor je. Maar ik vind het sowieso wel sneu dat je zo graag met ons wil spelen. Hallo, ik ben Cosmo 13, hè. Niet zomaar iemand. Bekend van zijn Minecraft en zijn Rocket League en Fortnite streams. Wie ben jij, serieus? Warzone. Wat nog meer? Until Dawn heb ik nog gespeeld. Wat niet eigenlijk, wat heb ik niet gespeeld? Het aardrijkskunde examen, VWO. Wat zei je? Ja. Pax Volle documentaire, daar zit Twanus in. Kan je ook altijd even bekijken.
of kijk de zaalvoetbalwedstrijd. GVV Dovo. Ja, daar zit Koops in, denk ik, of niet? Nee, die van Pajok. Zit jij daarin? Nee, daar ging ze toch vet in. Zand lopen? Wat lopen? Zand lopen? Oh! Oh, die, ja! Die ja, TNT Hypixel. Met TNT erin, dat was het. Ja, maar dat kwam omdat mijn game die lagt als ik zit op te nemen. Dus dan is het spel bijna onmogelijk. Dan moet je eigenlijk gewoon je telefoon opnemen. Ja. Ah. Heel leuk moment. Doe dat, nee! Ik ook niet. Kijk eens even. Ja, maar ik heb net gekeken, maatje. Wat kan je wel zien? Je krijgt gewoon ook een melding, of niet? Ja, je krijgt gewoon een fucking melding. Ik weet niet of je nou dom aan het doen. Hou gewoon op, stop met proberen. Je bent slecht. Dit gaat er ook al vandoor. Ja, ik moet zo inderdaad werken. Ik lag ook als het tyfus is. Oh, Anton. Och, beukje. Waar is mijn internet heen? Hallo. Hallo, er zit de lucht in de pijp. Ik heb net je naam verkeerd geschreven. What the fuck. Wat een Kenji, man. Dit is echt een Kenji. Oh nee. Wat gebeurt er? Maar ik kan niet spelen zo. Ik lag als het tuur is. Ik zie die bal rollen. Mij rolt niet. Wat? Ga je lachen? Je gaat wel huilen, vlieg. 7-1. 7-1? Ja. 7. Ik weet waar je woont, zegt hij. Yo. Oké. Doe het zelf mee. Nou, ik ben wel bang, man. Maar hij weet waar jij woont. Heeft hij tegen mij of tegen jou? Ik weet niet, hij moet zijn bek houden. Wie? Jij. Fortnite. Je weet dat bedreigers gewoon... hij woont ook in Ede. Oh nee. Ede? Ja. Hij woont ook in Ede. Waarom zeg je dat? Oh, waarom zet je dat in je fucking... hoe noem je dat? Bijlagen. Bijlagen? Ja. Hij zit wel eronder waar hij woont. Dat moet je helemaal niet doen, XC-gamer. Ik krijg allemaal van die oude mannen die gaan dan dingen doen en zo, dat betreft je helemaal niet. Ja, kom je zo uit te zien als Wacht, woon jij in Ede? Nee, jij woont in Ede, dat kan ik zien. Dat moet je even uitzetten. Ja, omdat Anton zit te spelen als ik afkast. Nee, Chris staat 5-1 achter. Je hebt er over 7-1 van achter. Ja, dat is voor de VIP's dan. De VIP's, ik ga maar even zitten. Oh, got it going. Oké, dank je voor de tip, zegt hij. Nou, oké, dit is de enige keer hoor, anders ga je me straks opzoeken, dat wil ik niet hebben.
Ik weet niet waar je dat kan doen. Ik denk dat je gewoon bij je kanaalinstellingen of zo. Bij je. Even kijken. Dit is echt bekend, jongen. Kanaalinstellingen en dan over. Voor mij, daar staat jouw locatie erbij. Dan moet je even uitzetten. Tenminste, je moet niks, maar ik zou het uitzetten. Brazil! Lalalalalala. Ik ga eten, jongens. Ik moet werken. Dag. Doei, XT Gamer. Dat is fijn dat je gekend hebt.